dat gij bedoel je eigenlijk in het algemeen? Gij is iedereen. En het is geen tekst van mij, het is tekst van God volgens de mensen die daarin geloven. Hallo, ik ben Gul. Welkom bij Sinaak Noord. We beginnen met het Hindoestaanse dwalenfeest in het klooster. Binnen is een feest aan het gaan, die Walenfeest. Wat is dat voor ding? Jij hebt het georganiseerd? Het is een lichtjesfeest. En een lichtjesfeest houdt in dat heel veel positiviteit moet zijn voor de mensen. En het begint eigenlijk al eerder, die Walenfeest. De mensen mogen dan een week geen vlees eten. Het huid wordt heel goed gereinigd. Maar het is eigenlijk een feest voor het Hindoestaansfeest, hè? Ja. Ja. Maar jij hebt het georganiseerd, jij bent niet Hindoestaans. Nee, klopt. Ik ben een echte Hollandse kaaskop. En hoe kom je erbij om dan het Diwali-feest te organiseren? Omdat ik de mensen eigenlijk naar ons toe wil halen in het klooster, zodat ze ook kunnen zien en horen wat de Diwali inhoudt. Er is nu een pandiet bezig en die geeft dan, dat is net als wij een pastoor hebben, zeg maar. Als ik het goed zeg, dat hoop ik. Ik hoop dat ik niemand voor zijn hoofd stoot. Die is nu bezig dan. Die legt het ook precies allemaal uit. En die zegt eigenlijk in hun taal dan wat het allemaal inhoudt. Deze mantra wordt al duizenden jaren gereciteerd, vooral bij of tijdens Diwali. Wat deze mantra betekent, of wat je vraagt tijdens deze mantra, is iets universeels wat wij altijd vragen voor onszelf en voor degene van wie wij houden. Onze vrienden, onze familie, onze geliefden. Het leidt ons van illusie naar de waarheid. Van het duistere naar het licht. Van spirituele dood naar spirituele onsterfelijkheid. Waarom doe je dat? Want u organiseert wel vaker feesten hier? Misschien dat ik gewoon een beetje de culturen wil snuffelen. Tenminste, ik niet. Ik wil de mensen laten snuffelen. Mensen oordelen over, ja, lichtjesfeest, blablabla. Nee, maak het eens mee. Dus het is eigenlijk ook voor iedereen? In principe is het ook voor iedereen. Maar dat is met alle feesten, toch? Nou ja, omdat het speciaal een Hindoestaans feest is. Maar jij wil gewoon dat eigenlijk de bewoners uit Noord van alles... Ik heb alle culturen heb ik nu uitgenodigd. En ik heb de hoge bestuursleden uitgenodigd. En ik heb ook de mensen gewoon die hier wonen uitgenodigd. Want we zijn allemaal gelijk, toch? Wat is het volgende feest wat jullie gaan doen? Ik wil zelf een aantal feesten nog doen. En één daarvan is dan Onafhankelijkheidsdag. Dat is volgende maand. En dan natuurlijk hoop ik ook dat ik iets met kerst nog mag gaan doen. En vooral Sinterklaas. En Onafhankelijkheidsdag bedoel je van Suriname? Suriname, ja. Oké, okay. Dus voor alle culturen wat? Ja.
die zijn nooit zo druk met die muziek. Maar ik vind het wel leuk. Heeft u ook contact met andere culturen? Nou, nog niet zo. Nee, nog niet. Nee, ik zie... Wilt u dat wel? Ja. Als het mijn leeftijd is, als het mensen mijn leeftijd is, vind ik het wel leuk. Het Krentenbollenfestival in Studio de Bakkerij. Sterren. Nou. Krentenbol. Ja, ik ben Irma Kivon en ik werk in Studio de Bakkerij. Ja, ik ben oma Greet van Studio de Bakkerij. Waarom zijn we hier vandaag? Nou, het is vandaag herfstvakantie. En we hebben in de herfstvakantie hebben we een activiteit voor de peuters en de kleuters georganiseerd. En dit is het Peuter en Kleuter Krentenbollenfestival. Ja, wat doet u hier? Ach, ik doe hier van alles. Vandaag ben ik vooral heel veel aan het voorlezen. En heeft u vaker zoiets georganiseerd? Nee, dit is de eerste keer dat we het Peuter en Kleuter Krentenbollenfestival vieren. En vandaag kunnen allemaal peuters en kleuters kunnen hier komen spelen, naar een voorstelling komen kijken. Ze kunnen gratis krentenbollen eten. En er is van alles te doen. Een heel kabouterbos hebben we neergezet voor ze. Dus ze kunnen muziek maken, er wordt voorgelezen, allerlei activiteiten. Ja, wat vindt u zelf van alle kinderen en... gewoon wat u zelf allemaal hier doet. Ja, ja, kinderen die raken me altijd. Ja, dat is mooi. Ik hou heel erg van kinderen. Ik heb zelf geen kleinkinderen. Helaas heb ik die nooit kunnen krijgen. Dus ik vind dit altijd erg fijn. Ik vind het heel erg fijn als al die kleine kinderen om me heen. Ze kijken weer zo'n schatje. Ja, dag lieverd. Dag lieve schat. Nou ja, ik kan er niet lang genoeg mee bezig zijn. Dus, maar het raakt me. Ja, het herinnert me natuurlijk ook altijd aan... aan ook wel een periode die pijnlijk in mijn leven was. Ja, maar goed, het is vandaag een vrolijke dag. Hoeveel kosten die kaartjes hier dan? Voor dit festival is het €2,50 en dan heb je een voorstelling, dan kan je spelen en gratis krentenbollen eten. Dus we hadden iemand van de organisatie net gesproken en die vond ook een heel succes. Dus volgens mij gaat het wel vaker georganiseerd worden. Ja, leuk. Ja, echt leuk. Nou, ik ben er weer bij. Als ik het leven heb, hè. Als ik het leven heb. Dat spreekt vanzelf. Nou, heel erg bedankt voor de interview. Heel graag gedaan. Ik moet nu even plassen. Maar juist. Ja, is goed. Kun je even helpen opstaan? Oh, ja, maar. Ja, goed zo. Nou, dankjewel. Dag. Dag. Zonder vrienden om je heen, mee te praten, om mee te spelen, was je altijd maar alleen. Of het zou je je vervelen? Je zou alleen zijn. Eenzaam zonder kameraadje, zonder vrienden of vriendinnen om je heen, was je helemaal Er is de laatste tijd veel te doen over de moord op Theo van Gogh van 10 jaar geleden. Wij waren daar na de moord ook enigszins bij betrokken. De dag na de moord fietsten we naar de Insulindestraat, waar een kunstenaar Gij zult niet doden op de muur van zijn atelier had gezet. En wat er toen gebeurde, kunt u nu zien. Ja, dat wil ik daar staan. Ik ga niet staan, hè? Moet iemand maar aan de streep. Nou, dat blijft wel staan.
Marita, als dit weggaat, moet er meer ellende worden dan als dit gewoon is. Nee, dit zit niet zozeer. Dat wordt best wel een ja, maar ik ben niet het kans. Maar het is ook niet. Maar wij gaan het wel weghalen. Nou, dat is niet dat het goed is. Ja, maar dan moeten we toch wel andere dingen doen. Dus het gebruik het gevoel. Voor de derde keer dat u ergens anders wordt gestaan. Ik sta hier gewoon bij je mening aan 10 minuten. Dan gaan we hier aanhouden. Ja. Ja. Dan wat? Dan gaat het niet goed, denk ik, met u. Chris Ripke, we staan nu bij een paneel waar jij een kunstwerk eigenlijk had gemaakt. Ja. En er stond op, gij zult niet doden. Ja, die tekst die heb ik gisteren gemaakt over die engel en over de wereld. In verband met dat ik helemaal overstuur was door het nieuws wat ik hoorde van Theo van Gogh. En toen vanochtend kwam ik hier, toen stond er een andere tekst over die het blijkbaar vergoeilijkte dat soort dingen gebeurden. Dat bastaarden wel tot in de tiende geslacht mogen worden. En even daarna kwam de politie. En de politie die vermaande me tot het weghalen van die tekst, gij zult niet doden. En het werd volgens de politie op hogerhand moest dat weg van de politieke politie, waar ik nog nooit van heb gehoord. En via Opstelten en de voorzitter van de moskee die is erbij geweest. En we kwamen niet tot een vergelijk dat hun het op de een of andere manier ook konden. Waarom vond de politie eigenlijk dat het weg moest? De politie zei dat het opgevat kon worden als een racistische uiting naar mijn buren toe. Dat gij zult niet doden, of in die tekst die eronder stond. Dat hadden andere mensen gedaan. Ja, daar hebben ze het niet over gehad. Het ging alleen over dat gij zult niet doden. Maar dat is universeel. Ja, dat is universeel. Ja. En gij staat voor iedereen. En ik heb er absoluut geen intentie mee gehad om één mens of een groep ermee aan te spreken. Maar op puur onmacht van wat voor wereld zitten we nou hier. Maar dat gij bedoel je eigenlijk in het algemeen? Gij is iedereen. Ja. En het is geen tekst van mij, het is tekst van God volgens de mensen die daarin geloven. En wat vind je ervan dat het weggehaald is? Ik vind het best wel verschrikkelijk. De hele gang van zaken. Ik begrijp niet dat het hier zo moet. En, ik sta helemaal te trillen nog. Ik ben er echt nerveus van. En, ik vind het echt... Kloten. Nou, dat was het weer. Vergeet niet op onze website, Facebook, Twitter, YouTube te kijken. Als u zelf een filmpje heeft, kunt u opladen via www.rotterdamnoord.tv. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.